Aanstaande dinsdag is er een presentatie van de lokale omroepen. En daarna is het aan de gemeenteraad van Altena om een advies richting de commissariaat van de media te formuleren. Wat heeft u als wethouder aan de beide lokale omroepen gevraagd wat de inhoud moet zijn van die presentatie? Nou, die hebben afgelopen week het pakket van eisen gekregen, is besproken in een Altena-tafel. Daar zijn ze allebei aanwezig geweest. Daar zijn nog extra vragen vanuit de gemeenteraad gekomen en die gaan ze dinsdagavond beantwoorden. Maar moeten zij een filmpje laten zien? Moeten ze laten zien hoe representatief ze zijn? Wat moeten zij laten zien? Nou, de vorm is aan hun. Dat is, die is vrij en uiteindelijk zijn er het pakket van eisen zoals het vastgesteld is nou en meegegeven is. En daar zitten dus allerlei zaken in, financiële, maar ook hoe ga je om met de jongeren, hoe bereik je de doelgroep, hoe bereik je Altena, ga je buiten Altena uitzenden, van allerlei zaken. Altena is bij uitstek ook een christelijk gebied, moet daar ook oog en oor voor zijn? Volgens de gemeenteraad heeft dat in ieder geval als eis wel opgenomen, dat het moest passen in de, zoals ze het zo mooi zeiden, in de habitat van Altena. Over een pakket van eisen. Eist u bijvoorbeeld ook meer actualiteiten? Nou, ik eis niks. De gemeenteraad is echt aan zet. En die hebben inderdaad wel om actualiteiten gevraagd. Maar ja, het is ook de programmering zoals het nu is. Kijken hoe dat past en hoe de toekomst eruit gaat zien. Dat gaan we zien. We gaan eerst maar eens een advies formuleren vanuit de gemeenteraad om voor de komende jaren een van de twee omroepen aan te wijzen als de omroep voor Altena.